Challenge 2. Wat ga je doen? Je hebt hiervoor 2 korven of emmers nodig. Eén verdeelt de ballen gelijk. Nou, wij hebben het netjes verdeeld, we staan klaar. Wat gaan we doen? We gaan overgooien naar elkaars emmer of korf. Degene die als eerste 5 punten heeft, die wint. De bal moet wel in de mand of emmer blijven. Zoals je ziet is het best wel moeilijk, maar met veel proberen lukt het makkelijk. En dit kan je gewoon zo vaak doen als dat je wilt. Veel plezier en succes!